Hey, misschien is de waarheid wel te veel voor jou. Okay, misschien is dat. Oh, de anderhalf meter. Ja, maar misschien. Nee, anderhalf meter houden. Ja. Kunt u anderhalf meter houden? Ja, maar misschien is het wel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aan de late kant hier. Helemaal in Groningen, om eigenlijk hier mensen simpele vragen te stellen. Ik ga de rollen straks omdraaien. Ik stel vragen over hun geloof, als ze überhaupt een geloof hebben, hier in Groningen. En uiteindelijk vraag ik hen of zij vragen hebben over mijn geloof en natuurlijk de islam. En ik ben heel erg benieuwd wat voor vragen ik krijg over mijn geloof en natuurlijk wat voor vragen ik stel over hun geloof. En dat gaan we hier doen vandaag in Groningen. Vergeet deze video alsjeblieft niet om te liken, te reageren en te abonneren. Dit wordt een leuke video. Laten we starten. Oké, hallo meneer. Hallo. Goed. Kort gezegd, ik stel vragen aan u over uw geloof, als u die hebt. En daarna draai je de rollen om. 2-3 vragen is genoeg. Bent u klaar voor? Ja, ik denk het. Gelooft u? Nee. Waarom gelooft u niet? Ja, ten eerste, ik ben niet opgevoed in een religie. Ja. En dus deels omdat ik mij daar nooit in verdiept heb. Okay. En ik ben daar verder ook niet heel erg mee bezig. Waarschijnlijk ook daardoor, dat ik krijg er weinig mee te maken. Oké. Weet ik dat kan. Dat er nog mensen zijn die nog nooit iets hebben onderzocht, onder andere u. Ja. Hebt u nog nooit een boek geopend, bijvoorbeeld een heilige boek? Heb ik gedacht over nee, Bijbel, niet de Bijbel, Koran, Torah? Die zelf niet. Ik heb natuurlijk wel eens verhalen gehoord erover. Ook wel eens wat gelezen. Collega's die in mijn omgeving voornamelijk een christelijke opvoeding gehad hebben. Ik mis niks in mijn leven dat ik denk dat moet ik opvullen met iets dergelijks. Ja. Nee. Hallo mevrouw. Dag, en hoe is jouw naam? Mijn naam is Abdelatif. Oké, en mijn naam is Ria Rijkens. Aangenaam kennis met u te maken. Dankjewel. En ik heb vragen over uw geloof. En daarna sluiten we het af met de vragen aan mij over mijn geloof. Ja. Zullen we dat afspreken? Dat is goed. Goed, mijn eerste vraag is... Waar gelooft u in? En hoe heet uw geloof? Ja, mijn geloof, ik ben gereformeerd opgevoed. Ik geloof eigenlijk niet. Ik denk dat er een God is, maar ja, wat is het dan? Is dat dan moeder aarde? Of is dat echt iets ontastbaars? Geen idee. Maar dat, en voor de rest moet je leven naar de normen en waarden die wij hebben. Oké, goed om te horen. U twijfelt nog over God bestaat of niet? Want hij is niet tastbaar. Hij is niet tastbaar? Nee, hij is niet. Ik heb hem ook niet gezien. Nee, ik heb hem nog nooit gezien. Alleen maar op schilderijen van vroeger. Ja, wat is uw God dan volgens u? Hoe kunt u God beschrijven? Joh, dat is... Ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten beschrijven. Het is ontastbaar. Het is, denk ik, voor veel mensen een gevoel en een geloof. Het is een geloof in iets. Iets wat boven de rest staat. Precies. Of ik het heb of niet. Ik leef naar mijn eigen normen en waarden. U heeft eigenlijk niet echt een specifiek geloof? Nee. Dat is goed. Dan goed om. Klaar voor? Ja. Wat is je geloof? Ik heb niet per se geloof. Nee. Je hebt niet per se een geloof? Nee. Geloof je niet in een God? Nee. Waar geloof je dan wel in? Ik geloof in mezelf en in mensen, maar ik geloof niet in een hogere kracht. Nee. Je gelooft niet in een hogere kracht? Nee. Hoe is dit ontstaan? Ik geloof in de wet van de natuur. Je gelooft in de wet van de natuur? Yes. Deze hele universum is plotseling gekomen? Ja, dat denk ik wel. Of ik denk door wie? Dat weet ik niet. Er moet een oorzaak zijn, toch? Dat hoeft niet, denk ik. Hoeft niet? Nee. Gewoon, die stond gewoon altijd eeuwig. Misschien niet, maar als er een oorzaak is, dan weet ik hem niet. En ik denk geen enkele... Eerste vraag die ik jullie stel. Zijn jullie er gelovig? Ja, ik niet echt. Nee. Ik wel. Oké. Zal ik vragen waarin je gelooft? Waar ik geloof? Ik denk dat er een God bestaat. Uit liefde. Ja. Maar dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen daden en handelen. Hè? Okay. En dat valt hier onder het protestant-christen. Protestant-christen. Oké.
En dit is uw partner? Dit is mijn partner, ja. Oké, okay. Ja. Hebben jullie ooit met elkaar daarover gehad? Want ja, u bent protestant. Ja hoor, ja, vaak, we zijn... Dat is wel grappig dat je dat vraagt, want ik kom zelf uit een redelijk religieus gezin. Dus echt altijd reformatorische grondslag, ik weet niet of je dat kent. Uit die omgeving komen wij ook. Ja. Hij helemaal niet. We zijn samen overgestapt naar de vrijzinnige vormden. En dat zijn de twijfelaars, dus... Vandaar dat het... Oké, ik heb me nog niet overtuigd over jullie religie. Precies, altijd vragen, hè? Dus je blijft ook altijd vragen. Altijd vragen. Ja, okay. Als ik deze vraag stel, waarom zijn we hier op deze aarde? Heb je dat ooit aan jezelf gevraagd? Nee, ik probeer mijn verblijf hier zo lang mogelijk vol te houden. En zoveel mogelijk leuke dingen te doen. En vermijd de vraag, zeg maar. U vermijdt ook de einde van uw leven. Wat echt de realiteit is. Nou, vermijden niet. Je weet dat het ooit komt. Dat je weet dat het ooit komt. Ja, tuurlijk. Ja, iedereen gaat ooit overlijden. Ja. Precies. En wat? En wat daarna komt, ik geen idee. Ik houd me daar niet mee bezig. Waarom hou je daar niet mee bezig? Dat is iets. Ja, geen idee. Geen idee gewoon. Nee. Het, kijk. Als het klaar is hierna, dan is dat goed. Ja, dan heb ik geprobeerd om alles eruit te halen wat erin zit. Komt er iets na? Ja, de bonus. Ja, dat is het. Dat is het gevaar. Stel je voor dat er uiteindelijk al die tijd mensen zijn geweest. Stel je voor dat je erachter komt dat er God aanwezig is na uw dood. Ja. En al die tijd dat u leefde, dat u niet in hem hebt geloofd. Terwijl het zijn recht is dat hij jou hier op aarde heeft gebracht voor aanbidding. Want wij geloven in, dat is wat geloof, islam in geloof. Ja. Dan is dat wel een gevaarlijke punt. Ja, ik weet niet of het gevaarlijk is. Kijk, ja, niet geloof. Ik zeg ook niet dat het niet zo is. Je twijfelt, je zit er goed tussenin. Ik weet het gewoon niet. En je weet het gewoon niet. Weet het, denk ik. Ja, je bent heel erg overtuigd, dat kan. Maar ik denk dat als je je best doet om goed te zijn, voor jezelf, voor een ander, whatever, gewoon je goed te gedragen ook, en anderen helpt wanneer je dat kan, dan denk ik dat je niet per se dan nog op een andere manier hoeft te bewijzen, zeg maar, dat je goed bent. En dat je dan bijvoorbeeld naar een kerk of een moskee of whatever moet gaan. Om dat zo te doen. Dus okay. Ik probeer gewoon mijn best te doen. Best te doen. Ja. Mooi om te horen. Heel mooi om te weten. Waarom bestaat u? Waarom besta ik? Waarom staan wij hier? Waarom staan wij hier? Waarom zijn we hier? Het is heel simpel waarom wij hier op aarde zijn, is voor de voortplanting. Alleen voor wij moeten het soort in stand houden. Dat is de, zeg maar, in de natuur zijn dat de basisregels. En wat wij vinden als mens, omdat wij hersenen hebben meegekregen en omdat wij ook het verstand hebben meegekregen, vinden wij dat we er wat van moeten maken. Ja, precies. En volgens u dan? Oké. Okay. Maar er moet uiteindelijk iemand zijn geweest die hier op aarde, die is als eerst op aarde gezet is. Man en vrouw. Die uiteindelijk ons hebben gekregen. Adam en Eva. Daar gelooft u ook in? Ja, nee, maar ik ken alle verhalen. Maar gelooft u daarin? Maar wat is daar, wat geloof... Ja, ik moet zeggen, geloof je erin? Dat vind ik lastig. Ja, want dan moet je teruggaan naar een boek, hè? Ja, nou jij moet je... Dus ik ben van de Bijbel en waarschijnlijk jij van de Koran. Precies, ja. In 1300 zoveel was Mohammed de profeet. Ja, precies. Een andere jaartelling. 1400 jaar terug. Ja, dus ik weet wel een beetje van de geloven. Maar ja, je hebt natuurlijk ook het boeddhisme en je hebt het hindoeïsme. Okay. En er zijn zoveel... Het verhaal kort gezegd, het nut van dit leven... Volgens u is voortplanting. Ja. Er zijn mensen die niet kunnen voortplanten. Ja, dus dat is, of die willen zich niet voortplanten. Heb je een dier ook? Er zijn mensen die kunnen niet voortplanten. Een vrouw kan geen kind krijgen. Wat heeft u daarover te zeggen? Als de bedoeling alleen is om te voortplanten hier op aarde? Nou, dat is heel vervelend voor die vrouw. Ja, het is gewoon heel vervelend voor die vrouw. Ja. Ja, okay. Dat is leuk. Ik ben zelf een moslim. Je zal wel afvragen. Ik geloof in de islam. Ik geloof in God als één. Dus we hebben één God in de islam. Mag ik vragen of jullie ook hetzelfde hebben, één God? Ja, ik denk het wel, dat één wezen, goddelijk wezen is. Ik weet het niet, het zou kunnen, hè? Ik bedoel, het is allemaal afvragen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Het zou in ieder geval wel heel fijn zijn als het allemaal hetzelfde is. Hetzelfde is, Laat het heel praktisch gezien, hè? Ja, precies, precies. Ik denk dat dat ook wel zo is, hè? Dat er natuurlijk
door de mensen zelf, de mensen het zelf komt, dat er zoveel verschillen zijn. Ja. Dat is ook niet erg. Nee, is niet erg. Maar ik denk dat ieder moet het voor zichzelf beleven en absoluut niet opdringen, want dan krijg je ook al die ellende door. Nee, precies. Je zegt iets moois, want ik ga daarop ook reageren. Want in de Koran staat ook, la ikraha fid din, geen dwang in het geloof. In de islam mag je ook niemand dwingen, nee, bijvoorbeeld om moslim te worden. Dat staat letterlijk in de Koran. Wat voor boek geloof je? Wat voor boek geloof ik? Nou, als christen de Bijbel natuurlijk. Ik weet niet of je daar alles van waar dit aan moet nemen. Ik denk dat ik dan meer naar het Nieuwe Testament ga, naar het Oude Testament. Ja, ik denk je daar zeker in? Weet ik niet. Nee, weet ik niet. Twijfelen, zei ik net al. Je twijfelt eigenlijk. Maar ik denk het vrijzinnige daarvan, hè? Dat je dat op je eigen manier kan invullen. Precies, precies. Als ik jou deze vraag stel, en ik denk dat we daarmee ook gaan zo afsluiten. Yo, ik ben christelijk, als ik zo protestant. De drie eenheid wordt letterlijk genoemd in de Bijbel. Ja. Ik gaf aan, toen straks geloof je in één God, toen zei je ja. En in de christendom heb je eigenlijk de drie is één. Maar ja, eindelijk kan het zien als één goddelijk wezen, denk ik. Ik weet het niet, joh. Ik weet het niet, denk ik. Ik zei al, het is vrijzinnig gevormd, hè? Dus dat is gewoon de twijfel. Je praktiseert nog niet, zeg maar, uw geloof. Nee, ik geloof niet dat ik elke week naar de kerk moet of zo. Nee. Ik denk dat het meer, wat ik net al zei, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen handelen. Hè? Ja. En als je, denk ik, dat uit liefde doet en je hebt gewoon, je hebt je naaste lief als jezelf, ik denk dat je dan al heel eind bent. Oké, mooi om te horen. En wat denkt u dat u naar de dood gaat? Waar ik naar de dood naartoe ga? Geen idee. Ik ben altijd heel jaloers op mensen die er heel zeker van zijn. Want ik denk dat het wel troost kan bieden. Ik weet het niet. Je weet het niet. En u? Nou, als ik heel eerlijk moet zijn, ik bedoel, ik geloof niet echt, maar ik zou reïncarnatie wel heel mooi vinden, want ik wil het allemaal nog wel eens een keer beleven. Oké, reïncarnatie. Maar dat past in het christendom niet, dus dat... Nee, precies. Ja, dat past nergens ook eigenlijk, denk ik. Het is gewoon puur wat u wilt. Ja. Nou ja, het zou best mooi zijn. Dan kun je alle fouten die je nu hebt gemaakt nog eens een keer proberen te verbeteren. Mooi om te horen. Draai ik gelijk even de rol om. Ik ben een moslim. Wat zou u willen vragen aan mij? Nou, waarom geloof jij dat Allah het heeft gemaakt, denk ik? Ja. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran... Hij heeft ons gecreëerd slechts voor aanbidding. Alles wat hij heeft gecreëerd hier is zijn bezit. Hij is de bezitter van alles. Oh ja. Hij is de God van alles. Die dit heeft gemaakt en ook voor de mensen. En hoe is Allah ontstaan? Allah is niet ontstaan. God hoeft niet geboren worden. Daarom zegt Allah in de Koran. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Hij is niet geboren, nog heeft hij kinderen. Alright, dat is heel mooi om te horen. Okay. Nou, dan sluiten we af met uw vraag. Bent u benieuwd naar mijn geloof? Twee vragen misschien daarover. geloof jij? Ja, ik geloof in de islam. Ik geloof in de islam. Ik geloof in een God, Allah. Ja. Een God die ons hier heeft gebracht op aarde. Daarom zegt Allah in de Koran, Hij die jullie heeft geschapen om jullie eigenlijk te testen, om te testen hier in aarde. Het is een soort test. We zijn hier voor een test. We moeten om uiteindelijk de hemel binnen te treden. Ja, precies. Ja, okay. Dat is het. Ja. Ja, laatste vraag misschien. Waarom? Waarom jij wel en ik niet, zeg maar? Waarom geloof jij wel Allah dan? Ja. Dus, komt dat ook omdat... Ik neem aan dat het van kind af aan jouw ouders, jouw grootouders... zullen dat ook... Onder andere. Omdat ik onderzocht heb. Ik ben gaan zoeken naar de ware geloof. Ondanks dat ik als moslim ben geboren. Ik ken genoeg mensen zoals u, Nederlands, die gewoon ook niet geboren zijn in een islamitisch gezin, maar uiteindelijk moslim zijn omdat ze de waarheid hebben gevonden in de islam. Mm-hmm. Echt, ik kan er voor jou tientallen benoemen. Die ken ik ook, zeg maar, los van over de hele wereld. Mm-hmm. Dus dat is het punt. Niet per se iemand die geboren wordt in een islamitisch gezin, is per se een moslim. Ook heel veel mensen worden geboren in niet-islamitisch gezin, zijn moslim als het ware, zijn bekeerd. Dus dat is het. Maar waarom ik geloof? Ik geloof dat we uiteindelijk moeten geloven in de schepper die deze aarde heeft gecreëerd, deze prachtige schepping van hem, deze wereld, de zon enzovoort. Kan niet zomaar ontstaan zijn. En daarom komen er ook vragen bij kijken, waarom blijft dit voor altijd eeuwig staan? Er moet een oorzaak zijn geweest dat dit is ontstaan. Uiteindelijk zal dit ook vergaan. Mm-hmm. En daarom is God die dit heeft geschapen aanwezig is. Daarom is ons recht om hem te gaan aanbidden. En niet om te spelen. We zijn hier op aarde gezet om te aanbidden, maar ook om te genieten. Te aanbidden, dat is het allerbelangrijkste. Maar natuurlijk ook goed te zijn zoals je gaf. Wat je net allemaal zei, dat spoort mijn geloof vooral aan. Goed zijn voor de mensen enzovoort. Maar ook geloven in God en zijn boodschappers. Oké.
Dat was het. Ik wil heel erg bedanken. Ja, graag gedaan. Ja, dat is lastig. Zo, ik ben nog helemaal met mijn werk en alles bezig. Mag je niet tijd, jongen? Ja. Goed, de verwarming aanzetten. Iedereen moet zijn best doen. Dat is het belangrijkste. Thanks, man. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Oké, nou, ik heb al wat aardig wat vragen gesteld. Misschien sluiten we af met twee vragen die jullie naar mij stellen. Wat willen jullie weten? Wat ik voor jullie wil weten? Goed. Ja, ik vind het wel mooi. Ja, nou, je geeft zelf ook aan dat je natuurlijk gelooft dan in is dat. Maar sta je echt achter alles zoals het in de Koran staat? Yes. Ja. Het woord van God, goddelijke woord, daar sta ik 100% achter. En daar geloof ik met diep van mijn hart. En ja, dat is iets waar ik gewoon echt 100% achter sta. Omdat het woord van God is. Ja, precies. Maar je kan natuurlijk ook heel kritisch naar kijken. Tenminste, kritisch naar kijken. Want er staan ook dingen in dat ik zeg van, nou jongens, de rol van de vrouw. Hoofddoek? De rol van de vrouw. Dat is natuurlijk in het Oude Testament ook, hè? De rol van de vrouw, ja. Dan denk ik van... wat de islam erover zegt, ja, als ik vanuit mezelf, uit het Oude Testament, dan denk ik van joh, hè, dat je ondergeschikt bent aan de man enzovoort. Dan denk ik, nou, dat is in deze tijd. Kijk, daarom, de Koran zegt, als het gaat om de vrouw en de man en de ahadith, zijn gelijk. Je zegt niet van de man is hoger dan de vrouw. Nee. Dat heel veel hebben een verkeerd beeld daarover. Absoluut niet. De vrouw is geschapen uit de rib van Adam. Ja. Als het ware. Een vrouw heeft een man nodig en een man heeft een vrouw nodig om daar samen te kunnen leven. Dus, het is niet dat de ene hoger is dan de andere. Precies. Absoluut niet. Nee, nou, de enige hoge in de islam is de God. Precies, dat is er is mij natuurlijk allemaal gewoon gelijk. Ja, en ik denk dat als je daarvan uitgaat, ik denk dat dan al die verschillen, dat een heleboel verschillen wegvallen. Ja. Hè? En precies. Dan heb je al die... Ja. Nog één vraag misschien? Sluiten we even af. Nog één vraag. Maar goede vraag heeft u gesteld. Ik vind dat hij goede vragen stelt. Nou, dat is wel grappig. Want wat ik net zei, komt ook uit een heel een omgeving waar het gewoon heel religieus was. Ja? Ik ben zelf als 20-jarige ben ik in het onderwijs gestapt in Den Haag, in de Schilderswijk. Dus ik ben daar zelf ook heel erg door gevormd, hè? Oké. En als je denkt, als je dan openstaat, dus zoals jij openstaat voor... Iedereen? Tuurlijk. Waarom, dat doe ik ook. Precies. Ja, maar zo... Nee, maar ik denk wel dat dat ongeveer de kern is van wat jij zegt, van... Uit het dorp waar wij ooit geboren zijn, hè, lang geleden. Dat is een vrij extremistisch protestants-christelijke gemeenschap die daar woont. Dat heb je ook. En dat is natuurlijk, en dat is denk ik wel een beetje het punt. Het heeft heel vaak te maken met de uitleg die mensen geven aan. Het kan zijn de invulling van. Het verkeerd begrijpen. Het verkeerd begrijpen of bewust verkeerd uitleggen. Inderdaad, je hebt het ook inderdaad dat sommige kerken of sommige protestantse kerken. Dat ze bijvoorbeeld niemand anders willen in hun kerk dan degene die hun geloof heeft. Een goede afsluiting is denken van, ga niet uit van de verschillen, maar ga juist uit van de overeenkomsten. Ja, dan kunnen we nog veel makkelijker samenleven. En dan kun je veel verder komen. Heel mooi gezegd. Dank jullie wel. Laatste boodschap voor de mensen. Heel mooi gezegd. Laatste boodschap voor de mensen. Ja, laten we vooral tolerant zijn tegen elkaar. En laat ieder geloven waar hij zelf in gelooft. Heel mooi gezegd. En drink niks op. Oké, dank je wel. Ik ben een moslim. U mag een vraag stellen naar mij. Nou, wat mij zo boeit, is dat als je moslim geloof hebt, dat je zo weinig vrijheden hebt die wij als christenen wel hebben. Noem eens iets. Nou, ik bijvoorbeeld, kijk, zij heeft nu dan, jouw collega heeft een hoofddoek om. En, zeg maar, en wij hebben dat niet. En dat is voor ons ook niet het moeten. Dus kijk, en ik begrijp, het is een uiting om te laten zien voor wat voor geloof je hebt. Ja. En dat snap ik niet zo goed, waarom dat dan moet. Waarom een vrouw een hoofddoek moet. Ja, en waarom je dat moet laten zien, welk geloof je aanhangt. Ja, allereerst, dat valt niet weg in de islam, dat een vrouw haar vrijheid ontnomen wordt als ze haar hoofddoek draagt. Waarom draagt een vrouw een hoofddoek? Heeft u dat wel eens afgevraagd? Omdat ze dat geloof heeft en nergens anders om. Niet omdat ze denkt, ik heb een koud hoofd. Nee. Wat is het nut van de hoofddoek? Wat is het nut van de hoofddoek? De nut van de hoofddoek... Ja, vraagt u zich het wel? Ja, nee. Het zijn heeft, u, heeft u liever een vrouw die naakt loopt, half naakt buiten, of een vrouw met hoofddoek? Wat is volgens u de vrijheid, vrouw? Ja, maar ik weet wel waarom dat niet mag. Omdat dat andere mannen, dus het is om mannen te beschermen dat ze hun vrouwen niet aanvallen, dat ze de haren niet mogen zien. Okay, los van de mannen, we praten hier niet over de mannen. Kijk, de vrouw, volgens u, kijk. Jij bent wel een man. Ik ben een man. Maar ik ben een vrouw. Nee, luister. Nee, los van dat. Volgens u, de vrouw die naakt, half naakt, ik zeg niet eens half naakt, haar schoonheid showt,
Dat is volgens u vrijheid? Prima, maar dat moet je doen als je dat wil. Precies, dat is ook bij een vrouw in de islam. Ja. Zij draagt het, ze draagt het omdat ze het wil. Dan gaat u haar vrijheid toch niet wegnemen? Ik ga de vrijheid niet wegnemen. Precies. Ik vraag maar alleen, ik heb... Jij geeft me antwoord geen... Geven. Jawel, ja, dat antwoord is... Ja, dat... Het antwoord is... De vrouw bedekt zichzelf... bedekt de vrouw. De vrouw... Mag ik even afmaken? Ja? De vrouw in de islam draagt een hoofddoek en bekleedt zich van top tot teen... om haar allereerst haarzelf te beschermen. Dat is één. Ten tweede, ze is geen afleiding voor de andere mensen buiten. Ze houdt zichzelf verborgen. Stel voor, heeft een diamant thuis. Een diamant, een waardevolle diamant. Miljoenen euro's. Wat zou je daarmee doen? Openbaar zitten aan van mensen? Nou, misschien die zou ik wel laten zien, ja. Want dat is heel mooi om daar naar te kijken. Zou u de meest waardevolle diamant die u in uw hand zomaar buiten laten? Ik zou hem laten zien. Ik kan precies. Wel kunnen laten zien. Vrouwen dient thuis in de islam, thuis, geen hoofddoek te dragen, buiten. Zou u de diamant buiten onbedenkt, onbeschermd, kunt u antwoord geven? Zou u de vrouw onbeschermd, de diamant? Mag ik je even onderbreken? Ik denk dat het antwoord nee is. Nou, daarom in de islam bij ons is een vrouw veel meer waardevoller dan een diamant. En daarom heeft God de vrouw beveeld om haarzelf te bedekken. Voor haar eigen bestwil. Ja. Niet voor de ander, voor haar eigen bestwil. Hoeveel vrouwen worden in Amerika verkracht, in Nederland, overal, omdat ze zo aantrekkelijk buiten lopen. In de zomer, in de winter. Weet je... Half maand. Nou, maar nu ga je voor mij te ver. Nou, vertel. Sorry. Vertel. Nee, maar nu ga je echt te ver. Ik vind echt... Nu heb ik het idee dat ik met een radicale moslim aan het praten ben. En daar ben ik echt op tegen. Dus sorry, maar dat wil ik echt niet. Alles wat ik heb gezegd tegen u... Nee, maar luister. Nou, alles wat ik heb tegen u... Kijk, mevrouw, ik heb alle respect voor u. Het mag niet fijn. Misschien is de waarheid ook te veel voor u. Alles wat ik heb gezegd, alles is... Misschien is de waarheid wel te veel voor jou. Houden anderhalf meter, mevrouw. Anderhalf meter houden. Kunt u anderhalf meter houden? Ja, maar misschien is het wel te moeilijk voor jou. Wat is er zo moeilijk? Ik zeg wat er hoort. Nee, maar ik vind het heel lastig dat ik het... Waarom noemt u... Nou, waarom doet u mij radicaal? Ja, omdat ik... Heeft u ermee te maken omdat we onze vrouwen meer beschermen dan jullie? Omdat de christendom zelfs in de Bijbel zegt... U zegt, u bent christelijk, toch? Luister. U bent toch christelijk? Nee, maar luister eens goed. Zoals jij nu doet, dat vind ik geen pas. Wat doe ik? Ik zeg tegen de camera, ik vind het geen pas. Het spijt me verschrikkelijk. Maar wat doe ik dan? Ik stop nu met het interview, want ik vind het onprettig worden. Waarom, mevrouw? Omdat ik het zeg... De waarheid... Kunt u even terugkomen? Nee. Is het niet netjes om de interview zo af te... Nee, maar... Kijk. Ik vind jou niet netjes. Wat heb ik gedaan? Oké. Ik heb iets voor... U heeft er zelf een probleem van gemaakt. Ik heb het niet allemaal gevolgd. Maar je moet ook op een gegeven moment afronden. Dat merk ik gewoon. Zij is gewoon een beetje agressief geworden. Ze heeft me radicaal genoemd omdat ik gewoon feiten heb benoemd. Die zijn feiten over de islam. Kijk, ik vind het heel... onrespectvol van haar dat ze gewoon zo uit de interview stopt, terwijl ik gewoon dingen... Ik heb haar met alle respect behandeld. Kijk, ik heb haar respectvol... Kijk, weet je wat het is? Nee, het is niet klaar, mevrouw. Dit komt op camera, dat u dat even weet, hè. Dit komt op YouTube. Duizenden mensen gaan dit zien, hè. Heel mooi. Heel mooi, wacht even, heel mooi. Duizenden mensen gaan dit zien, maar ik vind u echt... Kijk, ik heb u aandachtig zitten luisteren. Alles wat u heeft gezegd, ik zeg mooi, prima, ik respecteer dat. Ik heb dat alles gehoord, aan zitten luisteren. Ik noem mijn dingen over haar geloof. En u noemt mij gelijk meteen een radicaal, omdat ik dingen zeg over de feitelijke dingen over een vrouw. Dat moet u wel respecteren, vindt u dat niet? Precies, en daarom heb ik haar respect voor. Ik heb u... Is goed, mevrouw, hè? Nou, zoals jullie weten, de vrouw die ik net heb geïnterviewd, was enorm veel. Wat echt niet kan, wat niemand zal accepteren.
Terwijl ik gewoon al heel netjes ben gebleven. Ik ben rustig gebleven, ondanks dat ze zelfs dichter bij mij kwam. Maar goed, dit gebeurt wel eens en daar kan ik niet om draaien. Het gebeurt en je moet daar goed mee omgaan. Gevoelige vragen wat ik haar heb gesteld. En nadat ze mij vragen stelde over de islam en ik gewoon de antwoorden gaf waarom een vrouw haar zelf dient te bedekken, vond ze mij radicaal. En dat is haar uiteindelijk standpunt na hetgeen wat ze vond dat ik zei. Dat vind ik wel een beetje jammer, aangezien ik eigenlijk heel respectvol ben gebleven naar haar toe. Zoals het hoort, zoals de islam dat ook aanspoort. Maar goed, slechtheid bestrijd je met goedheid. En daar staat islam voor. Alhamdulillah. In ieder geval, ik hoop dat jullie van deze video enorm veel van hebben genoten. Aan het allerbelangrijkste ervan hebben geleerd. En natuurlijk hoe de mensen hier in Groningen denken over bepaalde geloven. Hoe zij denken over religie. Hoe zij denken over God enzovoort. Dus bedankt voor het meekijken, mensen. Ik hou van jullie allemaal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.